This is me. This is what I looked like yesterday evening, when I was looking in the mirror and I was thinking about today, about this evening, about now, about this moment. Je geeft iemand 20 plaatjes, dus 20 dia's, en per dia 20 seconden. En in die tijd moet hij zijn uiteenzetting hebben gebracht. Dat limiteert dus iemand tot 6 minuten 40. Daarin moet het gewoon gebeuren. En met die 20 afbeeldingen die je hebt, kun je dus ook niet vervallen in een oeverloze vertoning die soms urenlang duurt. Dit is nu in het kort Pecha Kucha. Het is een Japans concept. Je vindt het in 161 steden over de hele wereld. En het leuke van Pecha Kucha is dat iedereen eraan kan meedoen. Het enige dat je nodig hebt is een helder idee en een paar dia's. Dus voor iedereen die geïnteresseerd is in vernieuwing, in innovatie, in ideeën, in kunst, in architectuur, in vormgeving, design, van de buitenwereld. Dus in feite voor een heel breed publiek. En weliswaar mensen die Engels verstaan. Want eigenlijk behoren de Pecha Kuchas in het Engels te worden gepresenteerd. The idea is to put it there clean. And one month later the designer or the artist will paint it. To start up the interaction with the public community. Weet je, de Japanners spreken het uit als pechachka. En dat is eigenlijk het geroezemoes dat je hoort als heel veel mensen in een grote massa gelijktijdig praten. Maar bij het Pecha Kucha concept gaat het vooral om een podium voor iedereen die de wereld wil vertellen over zijn grote creatieve plannen, fantasieën en ambities. Dus in feite mensen die support zoeken en medewerking van anderen om te gaan beginnen. En dat is natuurlijk heel mooi als je dat op je avond kunt bieden. That's basically the whole idea. Nou, heb jij dus een idee, een fantasie of een ambitie die je wereldkundig wil maken? Nou, klim dan op het podium. Kijk gewoon even op de site, want er komen zeker dit jaar nog 3 andere Pecha Kucha avonden. I want people to see this project. I want them to see how special it is. Every day a new face. A portrait of time, a portrait of a diary. I'm not the one I was yesterday anymore. Thank you.